Nou, vandaag de openingsdag. Ik wil graag twee wedstrijden eruit pikken. Eentje van de middagsessie en eentje van de avondsessie. Nou, in de middag gaat Jesper de Jong spelen. Wildcard voor het eerst dat hij bij ons speelt, maar wel de man in vorm. Hij heeft zich gekwalificeerd voor Australische Open en een ronde gewonnen. Staat momenteel nummer 139 van de wereld. Speelt tegen oud nummer 3 van de wereld, Milos Raonic. Jesper, goede counterpuncher zoals dat heet. Houdt van spelers die aanvallen en dat is zeker wat Raonic gaat doen. Hele goede service. Gaat af en toe ook naar het net komen. En ja, kijken of Jesper het voor elkaar krijgt om, ja, eigenlijk om die service vooral te breken. Als hij dat voor elkaar krijgt, dan geef ik Jesper een hele goede kans. Maar ja, we gaan het zien. De andere wedstrijd waar ik het over wil hebben is de avondwedstrijd. Om 19:30 speelt Tanno Griekspoor, de nummer 1 van Nederland, de huidige nummer 29 van de wereld. Speelt tegen Musetti. De Italiaan staat twee plekken hoger dan Tanno, staat nummer 27 van de wereld. Ik denk hier binnen in Nederland met het publiek moet Tanno toch ja, meer kansen toedichten. Tanno, ja, staat gewoon goed te spelen. En ook als hij niet goed speelt, zoals in Australië, stond hij niet eens top te spelen, maar haalt toch de derde ronde. Dat geeft aan dat Tanno echt steeds betere, meer constantere speler aan het worden is. Dus ik, ja, het zou mooi vinden als op maandag twee Nederlanders winnen en dat we dus later in de week twee Nederlanders in de tweede ronde gaan zien van het hoofdtoernooi.